Zijn programma heet Kruif en Pipo. Het gaat over helden. Hij wordt begeleid door Wouter Planteijdt, niet onbekend in Haarlem. Denk maar aan Jaco. En hier is hij, dames en heren. Viggo Waas. Ik begrijp nou waarom de wedstrijden van Tels zo lang duren. Ik begrijp dat de Tels... Ja, het gaat over helden. Dit is Wouter Planteijdt van Jaco. Groot applaus. Toen ik 8 jaar was, toen had mijn vader een advertentie uit de krant geknipt dat je een selectiewedstrijd kon spelen bij Ajax. En ik wilde heel graag bij Ajax spelen, omdat daar mijn grote held Johan Cruijff speelde. En op een woensdagmiddag gingen wij naar de Meerwatergasmeer, Amsterdam-Oost. Ik had een broekje aan, een wit broekje en een shirtje. En ik liep het veld op, een beetje kin omhoog, borst omhoog, een beetje arrogant. En je zag alle selectiecommissieleden die rond het veld stonden met van die bloknootjes denken, dat is een echt Ajax-zietje. Heel veel kapsones, maar nog helemaal niks gepresteerd. Die kunnen wij echt in de club gebruiken. Dat zag ik ze meteen denken. En mijn vader begon al te roepen, dat is Viggo Waas, V-I-G-G-O, Willem, Anton, Anton Simon. Schrijf het maar op. Nou, zeiden ze, meneer Waas, we moeten eerst kijken of u zo'n kan voetballen. Nou, ik kon redelijk goed voetballen en vanaf die dag was ik lid van Ajax. Lid van dezelfde club als mijn grote jeugdheld Johan Cruijff. Ik was zo trots en een paar maanden later hadden wij een wedstrijdje, een trainingswedstrijdje bij Ajax met mijn team. En, maar je hebt zo'n dag dat alles lukt. Weet je, of je een muziekinstrument speelt zoals Wouter of je doet een andere sport. Alles lukt je gewoon. Alles ging buitenkant voet rechts, buitenkant voet links. Dat die kruisbeweging, als ik voor de keeper kwam, wipte ik hem over me heen met een lopje of een stiftje. En ik was voor, achter. Ik zette mijn medespelers voor de goal. Ik was zeg maar in mijn eentje totaal voetbal. Dat was ik. En op een gegeven moment vond de trainer het echt genoeg. Die zei, jongens, dit is niet goed. We doen Wazi tegen het Soepie. En weer later, jongens, we doen Wazi tegen het Soepie. Als het Soepie 1-0 maakt, krijg je allemaal een flesje drinken na de training. En weer later, als jullie, we geven Wazi 2 ballen. Als je 1 bal afpakt van Wazi, dan krijg je een flesje drinken en een gevulde koek. En ik loop het veld af. Ik was zo trots, omdat me die dag alles was gelukt. En ik loop het veld af. Ik hoor opeens, hey Wazi. En ik kijk om en 2 meter van me af staat gewoon mijn grote jeugdheld. Johan Cruijff, die zegt tegen mij, Wazi, ik heb dus jou zojuist gezien, terwijl je aan het trainen was. Als jij zo doorgaat in je ontwikkeling als voetballer, als talent zijnde, wordt dus ietsje beter. Ja. Als je dus ietsje beter gaat ontwikkelen op de training als talent zijnde, wordt dus iets beter. Nou, als je iets beter bent, je gaat dus dat talent ontwikkelen op je training zijnde, dat wordt dus goed. Hè? Als je dat goed zijn gaat ontwikkelen in je training, je wordt dus goed getraind in je ontwikkeling, wordt dus heel erg goed. Als je dus heel erg goed bent, wordt dus vanzelf in je training zijnde uitmuntend. En dan ben je bijna net zo geniaal als ik. Ik wist niet wat ik hoorde, dus ik zat 2 meter van hem vandaan. Zei tegen mij, want Wazi, toen ik zo oud was als jij nu bent, was ik niet zo goed als jij nu bent. Dus als jij zo oud bent als ik nu ben, word je beter als ik nu ben, als jij zo oud als ik nu ben. Zo. Hij kwam naar me toe, hij ging een beetje door zijn knie, zei, Wazi, 1 ding, je moet dus altijd op straat blijven voetballen. Straatvoetbal is het belangrijkste, maar heel veel jongetjes voetballen helaas niet meer op straat. Want de straat is een stukje weg. Vond ik zo mooi. Vond ik zo mooi. Ja, Johan Cruijff was een grote jeugdheld voor mij en hij is 24 maart is hij overleden. Er gaan de laatste tijd heel veel jeugdhelden van mij dood. David Bowie in januari. Laatst nog Prins. Bijna alle Beatles zijn dood. Kortom, je houdt bijna geen jeugdheld meer over. Maar de grootste klap de laatste tijd was toch wel de dood van Johan Cruijff. Ik geloof dat Eddie belde. Ja. Eddie belde op. Neergelegd. Niets gezegd. Compleet verdoofd. Het nog maar even niet geloofd. Toen gedacht over die tijd. Die tijd toen weinig samen. Verleden tijd. Veel onhandigheid. Compleet verdoofd. Het nog maar even niet geloofd. Toen heb ik naar de lucht gekeken, alsof jij daar zou zijn. laatste woorden die jij mij zei. Toen heb ik het verteld, al mijn vrienden opgebeld, het hardop aan mezelf verteld, het zwart op wit gesteld, afscheid van jou, afscheid van die tijd, compleet verdoofd. Het uiteindelijk maar geloofd. Uiteindelijk geloofd. Uiteindelijk geloofd. Dankjewel.